Suriname onderzoekt als een van de eerste landen de werking van het middel ivermectine als middel tegen het COVID-19-virus. Het onderzoek is volgens epidemioloog Ingrid Krishnadat voor personen die ziekteverschijnselen vertonen. Het onderzoek is nodig omdat veel mensen willen weten als het middel daadwerkelijk een gunstige werking zal hebben op het bestrijden van het coronavirus. Dus er wordt onderzocht of mensen die het middel in een vroeg stadium kunnen krijgen, in een vroeg stadium, in een goede dosis, als die dat krijgen, of ze minder besmettelijk zijn en of ze sneller beter worden. Dat wordt onderzocht. Krishnadat zegt verder dat er nog niet genoeg personen zijn onderzocht op de werking van het middel in Suriname. Zodra er sprake is van een vergelijking dat doorslaggevend is, zal dit worden bekendgemaakt. Veel mensen zijn volgens de wetenschapper nieuwsgierig om het middel uit te proberen. Het is wel zo dat mensen moeten voldoen om mee te doen. Want sommige mensen willen meedoen, maar ze zijn al 2 weken ziek. Dan voldoen ze niet meer om mee te doen. Sommige mensen willen meedoen, maar ze hebben nauwelijks een klacht. Dan kan je ook niet meedoen. Sommige mensen willen meedoen en ze zijn niet ziek. Op welke manier gaat, ik wil die medicijn gebruiken. Maar meneer, maar die ziek. Nee, meneer, hij is ziek. Dus er zijn verschillende redenen en zo. En we checken ook of je een persoon bent die geen problemen heeft. Dus al dat soort dingen wordt goed in de gaten gehouden. Zodat het op een goede manier gegeven kan worden. Het is heel belangrijk dat dit onderzoek gedaan wordt. Want je leest in de kranten en in de wereld dat overal mensen dit middel zomaar willen gebruiken. En je kan niet zomaar medicijnen gebruiken. Medicijnen moeten beoorloosd zijn, ze moeten voorgeschreven zijn en ze moeten onderzocht zijn. Het middel is door het bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname gescreend. Een lokaal bedrijf heeft het middel geïmporteerd voor het onderzoek. De WHO staat het gebruik van ivermectine toe, maar heeft volgens de epidemioloog geen bewijs van de werkwijze. Het onderzoek moet nu dus uitwijzen als het middel effectief kan worden toegediend bij het genezingsproces tegen het COVID-virus.